Hoi en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Kijk gezellig mee in de winkel. En alles wat deze week wat we gaan doen. We gaan buiten zetten. De winkel staat echt mooi vol. Ik heb hier al van alles staan. En hier en om het hoekje staan ook nog boeketten. De plantenbakken voor buiten zijn mooi gevuld. Dus we beginnen de dag echt wel heel erg lekker. Maar er is nog genoeg te doen, dus gauw aan de slag. Goedemorgen allemaal, het is weer een nieuwe week, dus nieuwe week, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Lekker aan het werk vandaag en de rest van de week. Het is een kort weekje omdat maandag wegvalt. Ben ik helemaal in mijn ritme, maar goed, dat zullen wel meer mensen hebben. Dus, maar het is in ieder geval prachtig weer, dus we gaan lekker aan de slag. Zo, goedemorgen allemaal. Ik wou vanmorgen heel veel doen in de winkel. Ik was al op tijd opgestaan zodat ik nog eventjes kon filmen voordat de winkel openging om nieuwe DIY's op te nemen. Aangezien ik zoveel leuke ondergronden heb. Maar toen ik wegging, was er een lammetje geboren. Nou, je begrijpt natuurlijk dat er geen video is opgenomen vanmorgen, maar goed, dat komt wel later. We gaan wel lekker de winkel open doen en lekker aan het werk. De laatste dagjes, het is nu donderdag, dus dan hebben we nog donderdag, vrijdag en zaterdag. Dus ik heb er zin in. We hebben nog genoeg leuks. Ik kreeg vandaag weer grote vracht aan bloemen. Dus ik heb aardig wat bestellingen, dus ik neem jullie gewoon lekker mee. En ik kreeg heel veel de vraag van hoe schik je nou een boeket mooi op vaas? Hoe krijg je dat mooi erop? Maar hoe snij je ook bijvoorbeeld een boeket aan die al gebonden is? Dat ga ik jullie vandaag ook laten zien. Dus kijk gewoon gezellig mee. En binnenkort wordt onze website dus uitgebreid. En ik heb zulke leuke dingen gekocht. Echt heel erg leuk. Maar dat komt binnenkort. Als het goed is komt dat wel zaterdag binnen, hoop ik. Zodat ik het zo snel mogelijk volgende week nog online kan zetten. Daarnaast nog een huishoudelijke mededeling als ik nu toch al zo aan het kletsen ben. Vanaf de 28e uit mijn hoofd is tot en met 10, vanaf 28 april tot en met 10 mei is onze webshop gesloten. Of je kan wel gewoon bestellen, maar de bestellingen worden dan na de tijd weer verzonden in verband met vakantie. Dus dan zijn jullie daar vast al van op de hoogte. Ik ga het ook nog wel toevoegen op onze webshop, dus dan kun je dat ook wel zien. Maar dan weten jullie dat alvast. Ik ga nu gauw aan de slag, dus kijk gewoon weer gezellig mee. We hebben nog aardig wat kamerplanten, maar er is ook echt wel heel veel weg, want het is nu voor 50%, dus ja, dat is natuurlijk superleuk. En die actie is gisteren ingegaan. Gisteren zijn we echt wel de helft kwijtgeraakt, dus ik denk dat we zaterdag wel helemaal leeg zijn met planten. Daarna ga ik de webshop wel weer opnieuw vullen met planten, maar ook leuke planten die je goed kan verwerken in bloemstukken. Dus dat is wel leuk om even te laten zien. Ik ga nu even de planten allemaal weer rechtzetten, ordenen en water geven. En daarna ga ik aan de slag met bloemwerk.
krijg heel veel de vraag hoe je een boeket mooi schikt op vaas. Hoe je het juist kan aansnijden als hij is geschikt met een touwtje erom. Dus ik denk, dat laat ik jullie even zien. Ik heb hier dus een vaas. Er staat ook los een video van online. Dus mocht je het echt stap voor stap willen terugkijken. Het is voor mij een van de eerste video's dat ik het laat zien. Dus dan kan je hem even terugzoeken. Maar ik laat het nu even zien. Ik steek de stelen kruislinks laat naast elkaar heen. Zodat het mooi open in de vaas valt. En je het zo mooi schikt. Dus als ik de een die kant op zet. Zet ik de andere die kant. En die kruist er weer omheen. En dus als je dit zo doorzet. Dan heb je uiteindelijk straks een heel mooi gevulde vaas. En komen ook alle bloemen mooi tot z'n recht. Soms moet je op het eind nog wel eventjes kijken. Of je een bloem nog wat verzet. Of dat die ergens anders net mooier staat. Maar als je het zo opbouwt. Dan staat het eigenlijk gelijk al mooi. En dit doe ik ook op verschillende hoogtes met de bloemen. Zo heb je ook niet dat het boeket uit elkaar valt als je het op vaas zet. Want als je het zo op zou zetten, dan zal je uiteindelijk één kant opvallen. En dan komen ze niet zo mooi tot z'n recht. En dat heb je nu wel. Zo, het is ondertussen de volgende dag en ik ben al eventjes weer in de winkel aan het werk. Ik heb net een hele leuke DIY opgenomen, die ga ik pas aan jullie laten zien. Maar die staat denk ik al online als jullie dit zien. Kijk, staat hier. Ik zal even een beter beeld in beeld brengen. Maar ik kreeg ook net pallets binnen. Ik heb er zo zin in om die uit te pakken. Ik ga dat niet, ik ga wel alvast een deel aan jullie laten zien. Maar er komt een aparte video mee online, omdat het zoveel is. Ga ik er even een aparte video mee opnemen. En ik heb net een bestelling geplaatst met heel veel mooie bloemschikframes. Dus die komen binnenkort ook weer binnen. Oh, ik heb er zo zin in. Echt, er komen zoveel leuke dingen binnen. En ik ben helemaal enthousiast om mee aan de slag te gaan. En ook om weer nieuwe DIY's ermee op te nemen. Echt. Oh ja, ik kan niet wachten tot ze binnen zijn. Ik ga jullie wel alvast een deel eventjes laten zien van wat dit is. Want dit is een helemaal nieuwe collectie. Wat nog niet eerder in onze webshop heeft gestaan. Wat nog niet eerder in onze winkel heeft gestaan. Maar waar ik zelf heel blij en enthousiast van was. Dus ik zet jullie even neer en ik ga het uitpakken. Ik ben namelijk echt van sfeer. En hier zitten allemaal kaarsen in. Maar hele aparte kaarsen. En echt gewoon leuk als ter decoratie. Oh, ik heb hier echt zin in. Ik wil het zelf ook in huis. En ik heb er gelijk ook leuke kandelaars bij besteld om ze in te zetten. Ja, op dit soort. Nou, dit is gewoon een beetje standaard. Het is niet zo heel erg. Het is gewoon makkelijk voor een huis. Ik vind het echt gewoon leuk om op te branden. Ja. Oh ja, ik vind het echt heel leuk. Echt heel leuk. Oh, ik ben er helemaal blij van. Kijk maar. Dit bijvoorbeeld. Ik weet niet of jullie dat goed kunnen zien. Met hartjes. Is toch geweldig. Dit zijn allemaal handgeschilderde, handgemaakte kaas. Hè? Nou, dit is dan een aardig simpel soort. Oh ja. Ik ga het even zien. Kijk. Hoe mooi. Echt. Wauw. Ik weet niet of jullie dit zo heel goed kunnen zien. Maar er zit dus weer goud bij in. En die heb dan allerlei kleurtjes. Oh, zo mooi. Oh, en deze. Deze vind ik echt heel leuk. Die wil ik ook in huis. Dat is toch geweldig. Maar daar heb ik dus ook alle leuke houders bij. Maar dan ga ik dus even apart opnemen in een video. Dat komt binnenkort. En dan laat ik alles zien. Want het is een hele pallet vol met allerlei kaarsen. En dat wordt dan toegevoegd aan onze webshop. Dus hou het vooral in de gaten. Dus echt helemaal blij mee.
komt net een klant lekkere chocolaatjes brengen als bedankje. Echt super lief. Zo, het... Wow. Zo, het is ondertussen zaterdagmiddag. Het is 4 uur geweest. Ik heb de deur op slot gedaan voor de laatste keer hier met klanten. En dat betekent dat jullie vanaf nu dat de winkel dicht is. Maar dat ik wel heel veel meer video's ga maken voor jullie. Ben je benieuwd wat ik allemaal ga doen en ja, wat het gaat worden? Hou dan vooral hier YouTube in de gaten. En hou de website in de gaten www.uonlinebluewis.nl. En ja, daar ga ik heel veel leuke dingen delen. Dus stay tuned. En dan hebben jullie nog een winnaar van mij te goed van de eieren zoekactie van Pasen. Er waren heel veel reacties geplaatst. Ook heel leuke reacties. We hebben ons wel een beetje gelachen. Want ja, je kon, er waren gewoon verschillende reacties die de zin hadden gemaakt. Maar de zin, de juiste zin was: uw online bloemis gaat online verder. En dat is wat ik ga doen. Dus dat was de zin. Heb jij hem goed, dan maak je kans. En dan komt de winnaar hier in beeld. Gefeliciteerd. Jij mag contact met ons opnemen. En jij hebt het bloemschikpakket gewonnen. En dan ga ik hierbij ook deze vlog afsluiten. Hou vooral dit alles in de gaten. En jullie zien mij weer in de volgende video. Doei!